De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn de laatste 50 jaar verdubbeld. Samenloop voor Hoop organiseert samen met KWF Kankerbestrijding een evenement waarbij geld ingezameld wordt voor kankeronderzoek. Samenloop voor Hoop in Amstelveen, een 24 uur wandelestafette wat in het laatste weekend van mei wordt gehouden op AV de Startbaan. En die teams lopen dan 24 uur, althans niet het hele team, maar altijd minimaal één lid van het team met de stekende eeuwigdurende strijd tegen kanker. Dat houdt nooit op. Hoewel de loop pas op 28 mei plaatsvindt, is er voor de deelnemers alvast een bijeenkomst georganiseerd. Hierin wordt uitgelegd hoe het evenement die dag gaat verlopen. Het lokale feest wordt op diverse plekken in Nederland gevierd. Ook in Amstelveen kan bij atletiekvereniging De Startbaan meegelopen worden om zo de strijd tegen kanker te steunen. Een team vormen, een goed doel steunen. Samen hopen en samen vechten vooral tegen de vervelende ziekte, kanker natuurlijk. Dat is het eerste doel wat we voor ogen hebben. De dag bestaat uit verschillende ceremonies. Iedereen die kanker heeft gehad is een zogenaamde survivor. Samen met andere survivors lopen zij de openingsronde. Dit is samen door middel van 24 uur lang rondes lopen op de rondbaan. En die 24 uur die staat dan weer symbool voor de immervoortdurende strijd tegen kanker. De kaarsenceremonie is een indrukwekkend onderdeel. Het moment om stil te staan bij iedereen die kanker heeft en heeft gehad. Dat is rond een uurtje of 9, 10 als ik me niet vergis. Dan begint het licht te schemeren. En dan hebben we dus kaarsenzakken en daar gaat wat zand in en dus ook kaarsen. Op die kaarsenzakken staat een berichtje geschreven voor de mensen waar ze aan denken en waar ze voor lopen. Het hele evenement is natuurlijk een feest. En dat stuk, de kaarsceremonie, is bedoeld om echt stil te staan en te rouwen voor inderdaad voor de slachtoffers. En dat is een heel mooi beeldsymbool. De organisatie hoopt dat er dit jaar meer dan 30 teams zich aanmelden voor het evenement. Nou, het begint 28 mei, zaterdag 3 uur 's middags. En het duurt dus 24 uur, de 24 uren strijd tegen kanker. En eindigt dus op 29 mei ook om 3 uur 's middags. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar het KWF Kankerbestrijdingsfonds en komt volledig ten goede aan wetenschappelijk onderzoek.